De laatste ogenblikken voor de start. Op 23 juni 1974 vindt de Grand Prix weer plaats op circuit Zandvoort. Bernie Eccleston richt FOCA op om meer controle te krijgen over de sponsorgelden en de constructeurs meer macht te geven. Circuit Zandvoort geeft gehoor aan de nieuwe veiligheidsregels en zet een nieuw brandweerteam in. Voor de race worden alle auto's voorbereid. Hier een bijzonder inkijkje van de verschillende teams op het rennerskwartier. De John Player Special Lotus 8-cylinder van Ronnie Peterson. De Ferrari van Clay Regazzoni. De auto's staan klaar voor de race op circuit Zandvoort. Niki Lauda op pole position, gevolgd door Clay Regazzoni, Emerson Fittipaldi en alle anderen. Door een botsing met Tim Schenken valt James Hunt al uit in de tweede ronde. Niki Lauda heeft nog steeds de leiding in zijn Ferrari, gevolgd door Mike Hailwood en Jody Scheckter. Ronnie Peterson op de achtste positie. Niki Lauda is nog steeds aan de leiding, gevolgd door Clay Regazzoni en Emerson Fittipaldi. Niki Lauda wint de Grote Prijs van Nederland en wordt op professionele manier afgevlakt. Op de tweede plek Clay Regazzoni en op drie Emerson Fittipaldi. Lauda wordt door zijn team op de schouders gedragen. 22 juni 1975. Het circuit is weer gevuld met teams en rijders van wereldklasse. Dit keer rijdt Gijs van Lennep als enige Nederlandse coureur mee voor het team Ensign Ford, dat gesponsord wordt door HB Bewaking. De wagens worden getankt. De auto's worden naar de startposities gebracht. Vooraan staan Lauda, Regazzoni en Hunt. De auto's schieten weg en laten een nevel van water achter. Fittipaldi junior en Jones zitten wiel aan wiel. Van Lennep rijdt een goede tijd en staat op de tiende positie. Een gevecht tussen Jagé en Lauda. James Hunt met nummer 24 nog steeds aan kop. Lauda gaat eindelijk Jagé voorbij. In de laatste ronde gaat het gevecht tussen Hunt, Lauda en Regazzoni. Uiteindelijk wint James Hunt, gevolgd door Niki Lauda en Clay Regazzoni.